Ben Rul, meervoudige intelligentie, dat is een bewuste keuze die je als school maakt. Ja. Waarom? Nou, we hebben een aantal jaren geleden waren we toe aan een nieuwe onderwijsvisie, zeg maar die toekomst proof was, waarin de kinderen zelf ook invulling konden geven aan hun eigen leren. En we zijn toen op meervoudige intelligentie uitgekomen omdat dat paste bij de basis die we op school al hadden, het coöperatieve werken. En een meervoudige intelligentie van kinderen wordt vaak verwacht door mensen die er wat minder van weten met hoogbegaafdheid. Dat is absoluut niet in orde, want iedereen past binnen het concept van meervoudige intelligentie. Dan gaat men uit van talenten van kinderen, zeg maar de talenten die ze goed ontwikkeld hebben, maar ook de dingen die ze minder goed ontwikkeld hebben, waarin ze dan weer moeten stretchen, zeg maar matchen en stretchen. Dus het is een manier van leren waarbij ieder kind aan bod komt op het gebied waar hij talentvol in is. Heeft ieder kind meervoudige intelligentie? Ja, het is niet zo dat iemand er wel of niet heeft. Ieder kind, we spreken over 8 intelligenties en ieder kind heeft een talent of kunnen ook wel meerdere talenten zijn, waarin hij knap is. Dus we noemen dan de kinderen altijd met heel makkelijke woorden, taalknap bijvoorbeeld. Een kind wat taal gezien heel erg goed is, blinkt daarin uit. Maar een ander kind leert bijvoorbeeld veel beter in beelden, en dat is dan een beeldknap kind. Nou, als je die intelligenties op alle kinderen legt, zeg maar, en kijkt van welke voorkeursintelligentie heeft een kind, dan kun je daar in het leren rekening mee houden en kan het kind ook zelf leren hoe hij het beste en het makkelijkste leert. Zeg maar. Ja, want hoe wordt dat dan toegepast in de praktijk? Ja, nou, het is niet zo dat we de hele dag bezig zijn met ieder kind alleen maar uit te dagen op zijn eigen intelligentie. Het gaat er ook om dat de minder goed ontwikkelde intelligenties, dat die getriggerd worden, dus gestretched worden. En dan een kind ook die intelligenties daarmee leert omgaan. Maar er wordt wel gekeken van welke intelligenties heeft ieder kind. En dan probeert de leerkracht de les zo in te richten dat zeg maar in de loop van de dag, van de week, alle intelligenties bij de instructie en bij de verwerking van de kinderen voortdurend aan bod komen. Zeg maar. Dat vergt natuurlijk wel van de leerkracht dat hij of zij van ieder kind weet een beetje wat doet. Ja. Profiel is. Ja, dat klopt. Over het algemeen heb je het redelijk snel in de gaten, zeg maar. Gewoon door het kind te observeren en naar het kind te kijken. Dat begint al bij de kleuters. Maar op onze school nemen we nu dit jaar voor het eerst een MIDAS-lijst, noemen we dat af. Waarbij de kinderen in groep 3, die lijst wordt ingevuld door de ouders. Dus ze krijgen een gevalideerde lijst, is dat ook. Dat is door een wetenschapper. Maar initieel is die na veel onderzoek opgesteld. Dan vullen de ouders die lijst in. En in groep 6 vullen de kinderen zelf die lijst in. En dan heb je echt een gevalideerde uitkomst, zeg maar. En dan, daarmee kunnen dan de leerkrachten en ook de kinderen zelf verder. Wat leverde het kind op? Dat wordt vaak gevraagd, hè, wat is nou de opbrengst ervan? Hè? De kinderen realiseren zich waar ze knap in zijn, waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn. En daar waar ze goed in zijn, hoe ze dat kunnen toepassen in het leren van nieuwe stof. Dus als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, dan kunnen ze dat ook daar toepassen, zonder dat ze het misschien direct in de les ook toegepast krijgen door de docenten in het voortgezet onderwijs. Maar het kan wel zo zijn dat een kind die weet dat hij bijvoorbeeld beeldknap is en veel dus met mindmappen goed kan leren, die kan dat toepassen in het leren van zichzelf. En het is ook zo dat de kinderen zich competenter voelen dan, meer zelfvertrouwen hebben en ook mogen ook accepteren dat ze sommige dingen minder goed kunnen.